is wel tof dat hij eruit komt. Dan gaan we wel op. Maar ik denk dat dan. Hé, Lada! Hij is helzen, hè? Marijn. Dag, Mike. Je zit te vroeg zelfs. Fantastisch dat je er bent. Absoluut. Dag, Marijn. Welkom. Dag, Onyx. Ik had het beloofd, hè. Jaren geleden, ik ga ooit hier eens komen helpen brouwen. En dit ben ik. Een hele dag, hè. Het wordt een lange dag, hè. Let's go! Fantastisch. Wij gaan bouwen. Wij gaan het doen, Bart. Ik zie dat je er bent, hè. Mike Jansen verdiende zijn sporen in de bierwereld, onder andere bij brouwerij Riva in Dentregem, waar hij in 1988 begon. In 1993 besloot hij zelfstandiger te worden en startte hij brouwerij Ter Dolen. Uiteindelijk kwam hij in 2007 samen met zijn vrouw Ronique terecht in Wilderen, waar zij samen de gelijknamige brouwerij en distilleerderij restaureerden en een smaakbelevingslocatie openden in 2011. Hun bekendste bier is ongetwijfeld de Triple Canunnik. Al hebben ze daarnaast nog veel meer in petto. Zie, dat beeld, hè, Mike, dat is mij bijgebleven. Van die brouwzaal. Fantastisch. Ja, maar daar ben ik ook trots op. Dat is een... Wij doen hier ongeveer 10.000 pintjes elke 6 uur. Serieus? Ja, dat is niet alleen voor hier. Hè? Ja, ja, man, dat kan ik niet volgen. Nee, dat is ook niet alleen voor ons terras hier. Hè? Nee, dat is voor... We doen veel export ook. En we hebben toch een 3.500 cafés in België en Nederland die ons bier verkopen. En, er was hier een brouwmeester. Maar ik zijn... Roland. Is die nog altijd? Ja, ja. Van 94. Mijn rechter en linkerhand. Krak in zijn vak, ja. Hoor het u nog zeggen. Dat is onze distilleermeester en onze brouwmeester. Ja, Roland is mijn steun en toeverlaat. Ja. Hij heeft een heel mooi team met hem, maar hij beslist de smaken en alles. Hè. Maar de grondstoffen, dat was ook iets wat zeer belangrijk was, maar daar weet ik niks over. Ja, weet je, Marijn, we testen alles dat hier binnenkomt. We proeven alles, we ruiken aan alles. Ons water, we controleren water elke dag. Water is altijd anders, dat moet dan een beetje bijgecorrigeerd worden. Uw brouwsel moet ook altijd hetzelfde zijn. Hè? De consument wil dat zijn kanunnik altijd dezelfde smaak heeft. Maar ik ruik hier wel gist. Dat klopt. Ik heb hier iets gegist. Gist is iets dat het geheim is van elke brouwer. Ja. Wij... Niks over zeggen dus. Jawel, we hebben een zeer actieve, een hele fruitige gist. Het is daar feest in die tank. Hè. Dat is een brouwsel van gisteren. Hetgeen dat jij nu ruikt, die zijn aan het gas geven. Hè. Die zijn aan het knuffelen, die vermenigvuldigen maal 10.000. Het is daar dat Ronique waarschijnlijk haar inspiratie haalt voor het ontwerpen van haar etiketjes. Zo'n beetje dubieus. Dubbelzinnig. Ja. Weet waar je naartoe wilt komen. Die etiketten van Ronique, daar is al veel over gezegd en gedaan. Het is ook, niemand weet het, maar toch veel mensen weten het. En er zit een verborgen boodschap in al onze etiketten. Ja. Ik krijg er dorst van, ik zou dat graag. Ga dan toch eens kijken in mijn gisttank eerst, dat je dat nog eens gezien hebt. Ja, we gaan dat doen. Wauw, dat was daar warm in die brouwzaal. In het winkeltje is het veel frisser, zei Mike. Maar als ik dit zie, dan krijg ik het nog warmer dan in de brouwzaal. Hè? Amai, amai. Jij bent dus eigenlijk wel het creatieve brein van de hele productie. Klopt. Al die dubbelzinnige foto's, hè. Hola, hier ze. Ik heb het al. Ja. En daar. Zit een beetje in al onze producten die we maken, zitten geheime boodschapjes in, ja. Verborgen tekentjes. Dus superleuk voor de klant. Ja. Maar jij bent eigenlijk wel een artiest, hè? Eigenlijk ben ik van opleiding meester in de beeldende kunsten. Ja, maar nu kan ik hier in de brouwerij samen met Mike mijn creativiteit kwijt in de look en feel van onze producten, de kleuren, dat de klant, de consument is aangetrokken door onze producten. Dat is heel belangrijk. Dit is hier echt het ironieke winkeltje van Wilderen. Wild, wild. Heb jij onze Wild Weasel al geproefd, Marijn? Onze whisky? Ik heb nog altijd mijn fles van het eerste vat. Ik durf er niet aankomen. Vat 1. Vat 1. Koesteren. Natuurlijk, maar weet je wat? Ik ga hem hier meteen eens proeven. Top. Wij Belgen zijn natuurlijk internationaal gereputeerde bierbrouwers. En dat zie je ook hier in het landelijke Wilderen. Maar het zal u misschien verbazen dat er hier ook spirits worden gedistilleerd. Zoals W Gin, Merta Rum en zelfs Wild Weasel Whisky. Toch is dat niets nieuws.
Want zelfs in het begin van de 20e eeuw produceerde de distilleerderij hier alcohol voor jeneverstokers over heel het land. Die gaat mij smaken, hè? Ja, wel, dat is die flessen waar we het over hadden. Ah, la la. Die heb ik hier nog altijd van vat 1 in mijn baar staan. Ik weet dat. En dit is ondertussen vat 68 al. Oh, voilà. Is dat niet de World... Whisky Awards mee gewonnen Whisky hebt? Whisky Awards. Ja, ja. Dat is goed op de hoogte. Ja, ja, ik heb ervan gelezen. Dat is eigenlijk die fles die jij hebt nog een jaar langer op een eikenvat, een sherryvat gelegd. Sherry. Marijn, op je knieën naar Scherpenheuvel. Super lekker, hè? Dit is... Ken je dat van dat engeltje en zo? Ja. Hè? Ik doe altijd alsof ik veel van whisky ken, maar ik heb het nooit aan iemand durven vragen. Maar single malt, wat is dat eigenlijk? Single malt, eigenlijk heel simpel. Maar je kunt er lang over babbelen, hè, maar heel simpel. 1 graansoort, 1 stokerij, 1 vat, 1 gerst. Dus eigenlijk is alles, het is zeer puur. Je kunt dat onnoemelijk goed vergelijken. Daar worden geen kruiden bij gedaan, geen zotte dingen. Alles 1-1-1, single. Ja, single. Maar wij zijn het perfecte duo. Hè. Ja. Cheers, buddy. Ik ben blij dat ik u ken, jongen. Ik ben blij dat je er bent vandaag. Het was te lang geleden. Hè. Maar zie, Olivier. Marijn. Copain, dat is lang geleden. Welkom in onze living. Ja, zet u. Ja. Blij dat ik u nog eens zie. Ja, insgelijks. Amai, je gaat er even drinken, precies. Goh, ja, ik heb toch al een paar mooie dingen uitgezet, denk ik. Hè. Dus, ja, ja, absoluut. Ja. Die kan u niet kennen. Die kennen? Ja, de helft van onze productie. Ook op ons paradepaardje eigenlijk. Daar gaan we zeker in Europa, maar ook buiten Europa, wat leuke dingen. Die zwarte daar? Cuvée Clarisse, ja. Cuvée Clarisse. Daar hebben we 's werelds beste zwaar donker bier mee gewonnen in 2018. Dus daar zijn we toch wel zeer trots op. En dan natuurlijk hebben we W Gin. Die kent je ook. Hè. W doet het ook waanzinnig goed. De nummer 1 premium gin in België. Ik haal hem dikwijls in huis ook. Dat is fijn om te horen. Maar dat is hier een speciale precies. Focus Gin, ja, ja. Dat klopt. Is een samenwerking met Lost Frequencies, de Belgische DJ. Ja. Die toch ondertussen ook wel stil aan de wereld rondgaat. Maar niet alleen een DJ gaat de wereld rond, maar ook de Focus Gin gaat de wereld rond. Ja, natuurlijk. Het is een wereldproduct. Hè. We krijgen aanvragen uit Tahiti, Jordanië. Het is een hele fijne samenwerking alleszins. Ja, 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 ja. Om dat product mee de wereld in te lanceren. Dank je, dank je, dank je. Marijn. Dank je. Wat wensen jullie graag te drinken? Uw merk? Mijn merk. Oké, top. Ja. Ja, ja. Als sales manager. Ja, we blijven bescheiden, hè, Marijn. Ja, maar ja, toch. Hè. We zijn met een klein team van 6 personen. Hè, en daarmee proberen we toch onze bieren stilletjes aan mee weg te zetten. Laat ons zeggen, in België en Nederland zijn 3000 horecapunten. Dus we zijn een brouwerij die vooral gericht is op horeca. En ik vind dat de mensen daar een pintje bier moeten leren drinken. En het is pas nadien dat de mensen het ook eventueel thuis kunnen gaan gebruiken. Dus, Chapeau. Dank je, Marijn. Ik denk trouwens dat onze pintjes daar zijn. Dus zullen we naar de zetel verhuizen? Oh, dat is goed, ja. Ja. Oh, dat is nog gezelliger. Ja. Ja, mannen, je kent mij een beetje. Hè? Ik ben een bon vivant. Hè? Laat dat duidelijk zijn. Maar ik kan eigenlijk genieten na een hele dag goed gewerkt te hebben. Zwaar werk. Nee. Zwaar, je waart goed aanwezig. Ja, maar voor mij is dat zwaar werk. Ja. Als flexijobber, ik vind het wel plezant. dank u wel. Het houdt mij jong, hè. Ja, voilà. Maar ik vraag me af, Mike en Ronique, wat dat jullie allemaal hier al gedaan hebben. Verwezenlijkt en zo. Rustig blijven. Kunnen jullie dat nog? Je zit nu bij mij, maar kunt je dat? Als ik hier niet ben ook. Jawel, gelijk nu. Zie je heel onze productie. De mannen die hier dat spul, dat lekker bier, de spirits die we maken. Wij genieten daar gewoon van. En in het weekend hebben we hier nog eens een paar duizend man die ons goeiedag komt zeggen. Zo blijft het plezant. Het moet plezant blijven ook. Daar gaan we op klinken. Dat vind ik nog goed. Mannen, allemaal. You are born to be wild. Born to be wild. Born to be wilderen. Keep on rocking. Keep on rocking. Yeah.